een grote brand in een vuurwerkopslag. Een grote brand heeft gisteravond een loods van een bedrijf in Nieuwveen verwoest. Tijdens de brand vond een aantal explosies plaats. In de loods bleek siervuurwerk te liggen. Hoeveel vuurwerk er lag is nog niet bekend en ook kon de brandweer nog niet zeggen of het bestemd was voor verkoop. De brandweer besloot de loods gecontroleerd uit te laten branden omdat het vuur zo fel was. De brandweer in Nieuwveen kreeg hulp van collega's uit de omgeving bij het bestrijden van de brand. En we praten verder over de brand met onze verslaggever Anita Jansen. Die is momenteel in Nieuwveen. Anita, is het weer helemaal rustig daar momenteel? Ja, het is zeker rustig. Toen wij vanmorgen aankwamen, toen is de brand hier net vertrokken. Er staat nog wel een politieauto achter me en die gaan verder met het onderzoek zodra het helemaal licht is. Nou, zoals je kan zien hier achter mij, er is werkelijk helemaal niks van die loods over. Ja, Anita, er wordt gesproken van vuurwerk wat opgeslagen lag in die loods. Is er inmiddels al meer duidelijk over wat er nu precies in die loods aanwezig was? Ja, ik kwam net de broer van de eigenaar tegen. De eigenaar is de firma Spelt. En die vertelde mij dat deze broer zijn loods heeft verhuurd. Dus die weet niet precies wat er in die containers die hier achter mij stonden opgeslagen was. Ja, nu was het een grote uitslaande brand. We zien ook de schade achter jou. Is het beperkt gebleven tot deze ene schuur? Het is beperkt gebleven tot deze ene schuur. Hiernaast ligt wel een boerderij. En het toeval wil dat daar een paar maanden geleden ook een brand is geweest. Maar dat moet de brandweer en de politie natuurlijk nog uitzoeken of dat iets met elkaar te maken heeft. Waarschijnlijk niet, omdat het toen sprake was van een vuurbrander. En daar is het riet in de brand gevlogen. En hier heeft het waarschijnlijk een hele andere oorzaak. Dankjewel, Anita Jansen vanuit Nieuwveen.